Mooi weer. Mooi weer bij een heel belangrijk moment voor Heerenveen, Heerenveen Centrum. Nou, voor het centrum van Heerenveen betekent heel veel. Het is een kwaliteitsslag die hier wordt gemaakt op het Molenplein en aansluitend op de gedempte Molenwijk. Er is jarenlang over vergaderd, jarenlang op gewacht. En nu kan de schop de grond in. De Zuiderzeelijn ging niet door. Het noorden moest gecompenseerd worden. En de provincie heeft daar geld voor gekregen. En de provincie vindt het heel belangrijk dat Heerenveen, maar ook Drachten, daar goed mee uit de weg kan. Dit is een dossier dat al jaren speelt. Het heeft er ook een poosje naar uitgezien dat de provincie niet mee kon helpen met in dit geval het Molenplein. Nou, uiteindelijk heeft wethouder Siewinga er heel hard aan getrokken. Heeft mij ook overtuigd dat het wel een goed idee is. En vandaar dat wij ook 1,4 miljoen als provincie hier aan meebetalen. En dat is volgens mij geld dat wel besteed is. Een grote parkeerplaats, dus meer parkeervoorzieningen en nieuwe supermarkten hier op deze plek. En die is georganiseerd, zeg maar, ook in samenspraak met de omgeving. Dus de mensen die hier omheen wonen en ook de ondernemers die hier omheen wonen zijn gelukkig met het plan. Dus alleen maar blije gezichten. Ik vind het geweldig dat dit nieuwe plein er nu komt. Het is gewoon wel weer een hele uitkomst. Ik vind het hartstikke leuk en het is voor ons mooi. En het was voor het winkelcentrum ook heel mooi dat dit gebeurd is. 1, 2. De Jumbo die hier nu zit, die wordt vergroot. En de Aldi die wordt daar ook bij geplaatst. En het is de bedoeling dat dat voor elkaar is, voor de kerstdagen, dat de winkel weer open kan. Ik heb 5 jaar geleden heb ik die abonnement gekocht en ik wacht er 5 jaar op. En het komt nu. Feestelijke dag. Ja, het was echt een feestelijke dag, ja.